park in Alphen aan de Rijn ging vorig jaar failliet. Het trok namelijk niet genoeg bezoekers. En nu is het dus te koop. De gebouwen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen werden vandaag door tientallen liefhebbers bekeken. Grote uitverkoop dus in het geschiedenispark. Het werd al na 3 jaar opgedoekt. De bezoekers van vandaag kijken of er iets leuks bij zit. Een middeleeuws klooster voor in hun achtertuin misschien? Nou, nee. Daar is mijn tuin te klein voor. Mevrouw, wat komt u hier doen? Nou, ook uit nieuwsgierigheid en kijken hoe de gebouwen eruit zien. En misschien één gebouwtje kopen of zo. Ik heb heel veel moois gezien, maar de hele kwestie is, het is onverplaatsbaar. Volgens de verkoper van het geschiedenispark is het verhuizen van de gebouwen inderdaad geen kleinigheid. Tegenwoordig heb je meer huizen die je ook uit elkaar kan halen, maar deze huizen niet, vanuit het verleden. En dat wordt echt moeilijk. Het kost ook erg veel geld om ze te verplaatsen. In de werkplaatsen en stallen is geen leven meer te bekennen. Een trieste boel. Alleen mogelijke kopers steken hun neus om de hoek. Op deze oude beelden van het Archeon was er nog leven in de brouwerij. Met veel plezier lieten de medewerkers bij de opening van het park zien hoe er vroeger werd geleefd. Net echt was het. Vandaag stonden de ontslagen Archeon-medewerkers treurig in een oude straatje. Ze hopen stilletjes op een rijkaart die het hele park koopt en nieuw leven inblaast. Maar tot er nieuwe kopers zijn, blijft de deur voor hen dicht en is het afgelopen met het park.